Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En zoals je al kan zien aan de titel, gaan we Watch Dogs Legion spelen. Het is woensdag zover dat ik hem helemaal alles mag spelen. Dan is de embargo weg. Maar vandaag mag ik al een klein stukje spelen. En dat vond ik wel heel erg leuk om vast te leggen in een video. Dus vandaar deze video. Dit pakket heb ik een tijdje geleden opgestuurd gekregen van Ubisoft. En daar zitten allemaal toffe dingen in. Van de game Watch Dogs. Proud to be resisting. En dan heb je die varkenskoppen. En er zit een vlag in en een boek en allemaal posters. En het is echt vet cool. Het beste is uiteraard deze toffe trui van Watch Dogs. En die heb ik nu ook gewoon aan, want het leek me wel lekker gepast om deze gewoon aan te hebben tijdens het spelen van de eerste minuutjes van de game. Oh ja, voordat we gaan beginnen wil ik nog eventjes wat delen. Ik ben heel blij dat ik een Ubisoft partner ben. En dat betekent dat je met de code MATTIA20 in de Ubistore gewoon 20% korting krijgt. Je krijgt 20% korting met de code MATTIA20. En dat betekent ook op Watch Dogs Legion. Ook op als er iets al in de sale is, krijg je gewoon 20% extra korting. Alleen het werkt niet op pre-orders. Dus mocht je Watch Dogs Legion willen spelen en daarbij mij supporten, dan kun je met de moet je heel even wachten tot de pre-order voorbij is. Dus tot woensdag of donderdag. En dan kun je hem bestellen met 20% korting. En dat is misschien wel leuk als jij van plan was om de gewone versie te kopen. Bijvoorbeeld dus Watch Dogs Legion. Maar dat je dan nu met die 20% korting voor hetzelfde geld misschien wel de deluxe versie kan kopen. Dat is natuurlijk vet leuk. En ik vind het super leuk dat ik deze samenwerking heb met Ubisoft. Zodat jullie daar ook iets aan hebben. Dus niet alleen ik, maar ook jullie. Nou ja, ik hoop dat jullie allemaal ook Watch Dogs gaan spelen. Want er komt natuurlijk ook een soort multiplayer weer in. Net als bij de andere Watch Dogs. En dat lijkt me wel leuk om met de community te spelen. Nu is het tijd om de game ook daadwerkelijk te gaan opstarten. Oh, komt even een pusher voorbij gelopen. Hij is aan het opstarten. We hebben een hulpje vandaag met gamen. Dat is Nagini, die ligt op de computer. Heel belangrijk dat ze de computer warm houdt. Stel je voor dat hij afkoelt. Watch Dogs Legion. Made by Ubisoft. Nou, ik was ook nog niet klaar. Ik moet mijn headset nog op. Oh, verkeerd. Rababam. Dit is geen game. Dit is een videokaart. Ik hoor nog niks. Oh, bekend geluidje. Mattia is logging in, jongens. Connecting to servers. Oeh. Nou, een menu. Heel leuk. Ik vind het sowieso leuk in deze game dat het in Londen is. Ik ben groot fan van Londen. Welkom, Mattia. Je hebt echt van alles. Het menu ziet er ook echt als nice uit. Dit gebouw in Londen ook. Heel cool. Daar de Golden Eye, zie je in de verte. Big Ben. Aiden Pierce in de Season Pass hebben we. Even kijken. Ik mag dus een stukje spelen. Laten we dat vooral even kijken. New game. Dus je kunt, als je mijn streams kijkt, dan is het wel belangrijk om dit stukje ook te spelen. Want dit ga ik dus niet op stream spelen. Tijdens de Ubisoft Forward kregen we een filmpje van Watch Dogs, waarin er een liedje gezongen werd door, hoe heet die artiest nou? In ieder geval heette die song Rainfall. En hij zegt dan, let the rain fall on my enemies. En dat is zo'n lekker nummer. Echt, als je die nog niet gehoord hebt, check hem zeker op Spotify. Rainfall. Ja, het zit zo'n lekker deuntje in. En dan, I can dance. I just wanna rage ya. I just wanna rage ya. Dat stukje van dat liedje zit er ook in verweven. Ja, het is echt een lekker nummer. En ik ga ervan uit dat hij ook in de game voorkomt. Dat het een scene is die je uiteindelijk een keer krijgt. Die gaan we vandaag niet zien.
Maar dat was wel heel vet. Oh, ik ben zo excited voor deze game. Oh my god. Wordt leuk. Wordt leuk. En Guinea is ook helemaal excited. Oh, ik heb laatst eens voor het eerst Watch Dogs en Watch Dogs 2 gespeeld. Oké, stilte. De intro filmpje. Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theater and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down. Huh? Oh, ik dacht dat het een politiewagen was. Ik denk, huh, is een geest, maar dat was een hologram. Mijn Harry Potter hart ging harder kloppen daar. Dalton Breeding. What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you haven't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting the worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. Operation Westminster. Westminster, I've been there. Daar gaan we. Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. That hurt you more than it hurt me. Dit is best wel satisfying, hè? Kijk hoe... Soepel. Het ziet er heel soepel uit. Het lijkt misschien niet zo. Als je do mij ziet spelen. Keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Heel vet ziet het eruit. Je zou zeggen dat ik met de spatiebalk eroverheen moet. Maar er staat control, maar dat... Moet ik dan die kant op? Oh. Haha, we hebben het uitgevonden. Puzzles. Ja, dat vind ik zo leuk aan Watch Dogs 1 en 2. Dat je de hele tijd puzzelen moet. En af en toe duurt het bij mij eventjes voordat ik het door heb. Maar dat vind ik juist leuk. Het wordt mijn hoofd getriggerd. Die gaat daarheen. Oké, dan gaan we daar eens even heen, hè? Boom. Wat heeft hij hier allemaal in liggen? Cool. Armtrap. Oh, oké. Ziet er ook weer vet uit. Hoppa, dat hebben we chic gedaan, vind ik, jongens. Heel chic. They've got loads of dead set gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like dead set was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton.
Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Het is wel een vette story, moet ik zeggen. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Daar gaan we met de camera's. Bagley, is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. That's strange. Who sent this? Wat moet ik doen? Even uitzoeken wat ik moet doen. Wat moeten we doen? Eens kijken. Oké, die is aangevallen. Oh, hier zit er ook één. Zit er hier nou nog één? Oh, ik moet gewoon er doorheen. Ik hoef niks te activeren. Kijk. These pricks are gonna blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Wegwezen, wegwezen, vechten, wegwezen. Ik dacht dat ik net op tijd weg was, maar dat was dus niet zo. En bam! Oké, we zijn ergens aangekomen. Met Dalton. Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the center of government. Oké, wat moet ik hier doen? Oh, ik hoef alleen maar hier dit te openen. Ik dacht, ik ga vast mijn trapjes opzetten. I found the detonator. The Big Ben. And it's definitely live. Toen ik in Londen was. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Zat hij in de stijgers. Dat was jammer. We don't have a chance without Bagley. Keertje terug gaan. I know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. I expect this to draw some attention your way, Dalton. Uh-oh. No one counted on it. Uh-oh. Company at our back door. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. Oké,
They're on me. I'll try and hold them off. Oké. We moeten vechten. Maar het is, denk dat ik na deze... I know you're here somewhere. Not Bagley? Update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. I'm taking a bullet. Oh, headshots zijn effectief, jongens. Mis, alles mis. Headshots zijn zeer effectief, jongens. Ik kan dat even confirmen. Nou, 82, hoppakee, dit gaat lekker. Oh, out of range, terug erin. Problem, I need your physical appendages now. What's wrong? There are three slots on the left. One of them is the receiver. Deze prologue is leuk. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. This gets me blown up. Spannend. Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Ooh. Waar moet ik heen? Die kant op. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes... It won't. I'll see you at the rally point. Oh. I promise. Oh. Good luck. Oh, there's that page here. Stond er een in mijn gezicht te schieten. Where are you? Okay. Volgens mij zag ik 50 seconden net dat hij had. 44 seconden, jongens. Fuck are you? Oh, you still think you're here to save London?
I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work? Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day. It's time for a hard reset. Oh my god. Uh-oh. Okay. That was a nice prologue. Explosions devastated three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. This evening, mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser focused. They attend Downing Street where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses failed. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Some corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs thanks to the deployment. Reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... ...reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shut. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Coronavirus. Now I have bloating. Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colours. It's terrifying to think we harboured such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec?
DedSec more frightening than the different gangs in London like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even lekker they would spinnet try rondlopen. To blow up all of Parliament. Next, I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government. We hebben Londen gehackt, jongens. London is ours. Shit. Situation is worse than I thought. Ah, but there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. Okay, de character building hou ik eventjes voor de stream die we vanavond gaan doen. Dus, dat was onze eerste impressie van Watch Dogs. We hebben de prologue gekeken en de start of the game. En daarna hebben we eventjes gauw Londen gehackt, de camera's van Londen. Ik ben heel benieuwd wat deze game ons gaat brengen. Ik ben heel erg triggered, erin gezogen door deze prologue en start van de game. Benieuwd wat deze game nog meer te brengen heeft voor ons. Wil je deze game nou ook kopen? Vergeet natuurlijk niet met Thea 20 te gebruiken. Voor 20% korting. Ik zal het linkje even beneden in de beschrijving ook zetten. Waar je dat dan met korting kan kopen. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. Of bij een nieuwe stream deze week. Tot ziens!